Dit is Gamers in 1 minuut van de week van 23 maart. En dat is de week van Batman. Twee nieuwtjes wel te verstaan. Allereerst Batman Arkham Knight. Hij is 2 weken uitgesteld tot 23 juni. En ook is er gerucht dat er een remake komt op de Xbox One en PlayStation 4 van Batman Arkham Asylum en Batman Arkham City. Nog meer nieuws, maar dan over de muziekgames. Na een nieuwe rockband krijgen we namelijk waarschijnlijk ook een nieuwe Guitar Hero. Duitse media hebben een uitnodiging gekregen voor een event waar een nieuwe Activision game wordt aangekondigd. En op de uitnodiging stond Rock the Shack with Us. Als dat niet verdacht is. En deze week verscheen zeer opeens en plotseling nieuwe DLC voor Dragon Age Inquisition. Een dag van tevoren kregen we te horen dat Jaws of the Hacken een dag later zou verschijnen. De winnaar van de Battlefield 4 pose van vorige week is Rick H. En vanwege de muziekgames geeft deze week iets heel bijzonders weg. Namelijk deze Rocksmith gitaarstrap ding. Tot volgende week.